Welkom, welkom allemaal, waar u ook bent. Of dat nu in, even kijken, Boedapest is, Brussel, Tilburg, Curaçao, Argentinië, Polen, Stockholm, Zweden of Lopem of all places. Welkom bij dit webinar van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek over een pleidooi voor een Neerlandistiek zonder centrum. Dit is een webinar dat we samen organiseren met de Lage Landen, waarvoor zeer veel dank. Dit wordt gefinancierd door de Taalunie en dit is een eerste webinar in een nieuwe reeks Voortvarend Nederlands. Webinars die de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek organiseert rond een aantal spraakmakende thema's. Thema vandaag is, zoals eerder al vermeld, een Nederlandistiek niet enkel Nederlands is. En we gaan het daarover hebben met een aantal gasten. Met Geert Bunus, we gaan het daarover hebben met Erik Meijts, Jolanda van der Wal-Taylor, Tessa Leusja en Katrijn van Houwermeijeren. Ik stel voor dat we er Geert Bunus even bij halen. Geert is ondertussen bij ons. Geert, kun je je kort zelf even voorstellen en dan gebald even weergeven wat de these is die je naar voren gebracht hebt in een spraakmakend stuk in de Lage Landen, waar je inderdaad pleitte voor een Neerlandistiek zonder centrum. Zeker, dankjewel Wim. Fijne dag iedereen, collega's en waar jullie ook op dit moment zitten. Ik ben Geert Bunus. Ik heb Nederlands en Engels gestudeerd in Brussel en in Antwerpen. In Antwerpen gepromoveerd, Rubens Chair in Berkeley geweest en dan hoogleraar geworden in Utrecht en gasthoogleraar in Stellenbosch. Nou, dat zijn nog niet alle plekken ter wereld waar je Nederlands kan studeren, maar al wel een aantal. En ik hoop er daar de volgende jaren nog een aantal plekken aan toe te voegen als gastspreker of bezoeker, om nog beter eigenlijk te begrijpen in welke heel verschillende omstandigheden en culturen Nederlands wordt gedoseerd vandaag. Ik ga even proberen mijn these te introduceren via een hele reeks van boeken die hier naast mij staat en die ik om beurt in beeld ga houden. En de eerste boek die heb ik zelf geschreven, omdat het punt dat ik probeer te maken, denk ik, gegroeid is uit meer dan 20 jaar vakpraktijk. Ik ben gepromoveerd op een revisionistische Vlaamse poëziegeschiedenis. Die probeerde te demonstreren dat de poëziegeschiedenis niet alleen maar bestaat uit grote namen, maar vaak ook uit heel veel minor poets en uit heel veel kleine tijdschriftjes waar ideeën rond poëzie worden ontwikkeld. En nadien heb ik onder meer een boek geschreven over de Europese dichters uit de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk een poging om dat beeld van de Eerste Wereldoorlog los te wrikken uit een soort van Angelsaksische claim. Hè. Heel vaak wordt Eerste Wereldoorlog poëzie gereduceerd tot de Britse war poets, terwijl er zoveel meer is en zoveel grotere rijkdom eigenlijk. Nou, nadien heb ik eigenlijk hetzelfde geprobeerd voor de jaren 60, maar dan op mondiaal vlak en ook een brede cultuurgeschiedenis. Een poging om te demonstreren dat de jaren 60 veel meer waren dan Woodstock en de Beatles en Bob Dylan. Dat er ook fantastische Afrikaanse fotografie was en dat er Tsjechische avant-garde films zijn die iedereen gezien moet hebben. En dus eigenlijk in al die boeken dacht ik na over vormen van literatuur en cultuurgeschiedenis die eigenlijk weggaan van het geëikte beeld. Nou, mijn laatste boek was geen cultuurgeschiedenis, maar daarin probeer ik dat toch eigenlijk ook te doen, omdat het milieugeschiedenis betreft die niet alleen maar gaat over ecologische rampen in kapitalistische landen, maar bijvoorbeeld ook aandacht heeft voor ecologische rampspoed in de Sovjet-Unie en China in de jaren 70. En al dat geschrijf en al de research en het denken over hoe je zoiets op zou kunnen zetten, wil ik nu eigenlijk ook heel graag in mijn eigen vakgebied, de Nederlandistiek, nog eens uitproberen en toepassen. En ik heb dat artikel geschreven voor de Lage Landen en daarin eigenlijk door het adjectief Nederlands in vraag te stellen, probeer ik de kwestie op scherp te stellen. Van, zit er niet een probleem in ons vakgebied door de koppeling van een taal aan een nazistaat en een grondgebied? Omdat die taal veel diverser is, op heel veel andere plekken ook wordt gesproken en ook als literaire taal gebruikt. Nou, dat is natuurlijk op zich helemaal geen nieuwe vakdiscussie. Ik kan heel veel publicaties tonen, maar onder meer in dit boek, Twee Literaturen, is die discussie gevoerd ook al bij meer dan 10 jaar geleden.
Het interessante is eigenlijk dat we een lange traditie hebben van literatuurgeschiedenissen die over aparte delen gaat. He, dus de, ik toon er een aantal die over Vlaanderen gaat. Paul Keynes, dat is uit het interbellum. Van arm Vlaanderen tot de voorstad groeit. Uit de tweede helft van de naoorlogse periode in de 20e eeuw. Nou, er zijn veel, veel, veel meer boeken waarin dat gebeurt. In zekere zin gebeurt het in mijn proefschrift natuurlijk ook. Toch is er de in ons vak geruchtmakende literatuurgeschiedenis van Ton Anbeek geweest, waarin hij stelde de Nederlandse literatuur te behandelen, expliciet eigenlijk door uitsluiting van Vlaanderen. Het is interessant dat hij de andere gebieden niet eens noemt. He, dus hij positioneert zich wel ten opzichte van Vlaanderen, maar niet ten opzichte van al die andere gebieden in de wereld waar Nederlands wordt of werd geschreven als literaire taal. Dus het is interessant om vast te stellen dat de Nederlandistiek, wanneer die vanuit het centrum geschreven wordt, eigenlijk heel anders functioneert dan wanneer die in, ik noem maar even, perifere gebieden wordt bedreven. Want voor die perifere gebieden bestaan er niet alleen die hele reeks Vlaamse literatuurgeschiedenissen, maar we hebben die ook voor Indonesië. Ik zie dat de stapel naast mij niet zo meteen omvervalt. We hebben bloemlezing, maar ook literatuurgeschiedenissen die alleen over Suriname gaan, over de Caraïben. Begin je nu toch gevaarlijk te wankelen. Enkele jaren geleden verscheen er een literatuurgeschiedenis die enkel over Congo gaat. Enkele weken geleden kwam deze over de Nederlandse literatuur uit Zuid-Afrika. En dat is nog lang niet alles. Hè. Dus het is interessant om te zien dat we eigenlijk een hele rijke traditie hebben van aparte literatuurgeschiedenissen. Maar wat we eigenlijk niet hebben, is een literatuurgeschiedenis die al die onderdelen met elkaar verknoopt. En wij hebben natuurlijk het door de Taalunie gesubsidieerde, meerdelige project geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Maar ook daar zijn ze eigenlijk niet verknoopt. Ofwel hebben ze aparte delen, ofwel staan ze eigenlijk onder elkaar. Net zoals, we hebben het nu over regio's, maar je kan net zo goed vaststellen dat dan bijvoorbeeld kinder- en jeugdliteratuur aparte rubriekjes krijgen. Maar wat we dus niet hebben, is een verhaal waarin die literatuur is geïntegreerd. En ik denk dat dat eigenlijk een symptoom is van een gebrekkige, deels decolonisatie, maar ook een gebrekkige aandacht voor diversiteit en wat diversiteit eigenlijk echt hoort te zijn als je met literatuur en cultuur bezig bent. Er is de afgelopen jaar door heel veel verschillende mensen binnen en buiten de universiteit uitstekend werk verricht om deze problematiek aan te kaarten. Als het over genderdiversiteit gaat, denk ik aan de Lezeres des Vaderlands of het collectief Fix Dit. Er is heel veel aandacht voor literatuur die door niet-witte mensen is geschreven. En ik vermoed dat zijn weerslag op de vakpraktijk nu al volop heeft. Maar de positie van Vlaanderen in dit debat is een beetje complexer. Hè? Dus je kan niet van Vlaanderen beweren dat het een Nederlandse kolonie is, al wordt dat soms wel beweerd. Het is eigenlijk eerder het tegendeel. Hè? Vlaanderen laat zich al decennia lang eigenlijk cultureel koloniseren door Nederland. Dus eigenlijk vraagt om gekoloniseerd te worden, onder meer eigenlijk door nagenoeg alle Vlaamse auteurs in Amsterdam te laten uitgeven. Nou, daar gaan we het straks ongetwijfeld nog over hebben. Het is trouwens ook niet zo dat heel Nederland een vanzelfsprekend centrum is. Er zijn natuurlijk ook binnen Nederland perifere gebieden. Dat geldt voor Friesland. Het geldt voor Limburg. En door Friesland te noemen, en deels geldt het natuurlijk voor Limburg ook, wordt eigenlijk ook de meertaligheid gethematiseerd. Want ja, Friesland hoort uiteraard bij Nederland, hoort het bij de Nederlandistiek. Nou ja, daar kan je over van gedachten wisselen. Maar ik denk dus dat we ook die meertaligheid eigenlijk moeten meenemen in onze praktijk. Zeker ook waar het gebieden betreft, waar het Nederlands de taal van de kolonisator was. Dus ik denk dat het bij taal ook onvermijdelijk over machtsverhoudingen gaat. Wie bepaalt de onderwijstaal, wie
bepaalt de cultuurtaal, wie bepaalt dus ook de literaire taal, en hoe moeten we daar als Nederlandici mee omgaan. Ik denk dus dat we daar rekening mee moeten houden, dat we die machtsverhoudingen meewegen in onze praktijk. Nou, wat ik zelf van plan ben te doen, tot slot in één zin, is ik wil een literatuurgeschiedenis schrijven die inderdaad al die gebieden waar Nederlands werd en wordt geschreven met elkaar verknopen, ooghebbend voor de meertaligheid in die gebieden, voor de machtsverhoudingen waar ik het net over had. En door specifiek eigenlijk op zoek te gaan naar momenten waar de, die verschillende talen, culturen en geschiedenissen elkaar raken, waar ze elkaar kruisen in zekere zin. En een nou ja, bekend moment waar dat gebeurt is de Boerenoorlog, waar al veel aandacht aan is besteed, zeker ook waar de Nederlandse literatoren betreft, die zich daar in die kwestie hebben geëngageerd. Maar dat is, blijkt onder meer uit dit dikke boek, net zo goed door Vlaamse auteurs gedaan. Hè. Dus de link Zuid-Afrika-Vlaanderen, die ligt minder voor de hand, maar ook die kan je eigenlijk wel leggen. En wat Suriname betreft, een beetje een onverwachte link, maar via het debuut van Michael Slory kan je eigenlijk de Surinaamse literatuur met de Belgische decolonisatie en de moord op Lumumba verbinden. En zo zijn er denk ik in onze geschiedenis allerlei momenten waar, waar die verhalen en teksten elkaar kruisen. Nou, dat is wat ik dus in dat nieuwe boek ambieer op te zetten. Maar het is daar helemaal niet zo natuurlijk dat ik daarmee het wiel heb uitgevonden. Zeker in de internationale Nederlandistiek zijn er de afgelopen jaren heel veel projecten geweest die eigenlijk op gelijkaardige wijze hebben gewerkt. Ik denk aan het prachtige project in Italië rond de Italiaanse mijnwerkers in Limburg. Nu in Hongarije loopt het kindertreinenproject. En zo zijn er heel veel voorbeelden, denk ik, van heel inspirerende manieren waarop de internationale en de Nederlandstalige cultuur met elkaar verknoopt zijn geraakt. Oké, dankjewel Geert. Ik denk dat dat een heel mooie opzet is. Een heel mooie opmaat naar het verdere debat. Geen gebrek aan ambitie merken we, ook geen gebrek aan al dan niet licht provocerende of prikkelende stellingen. Daar horen we straks misschien iets meer over. Maar je maakt een mooi onmiddellijk bruggetje naar de internationale Nederlandistiek. Ik stel voor dat we daar eens op gaan inzoomen en dat we daar met twee van de aanwezigen iets dieper op ingaan. In de eerste plaats met Jolanda van der Wal-Taylor en daarnaast ook met Erik Meijts. Jolanda, stel jij je even voor eerst? Je microfoon is gedempt, Jolanda. Excuses. Ik ben hoogleraar hier in de Verenigde Staten aan de Universiteit van Wisconsin in Madison. En ben hier verantwoordelijk voor het onderwijs Nederlandse taal en verder een aantal cursussen literatuur en cultuur. Okay, dankjewel. Erik, positioneer je zelf ook even in dit debat? Mijn naam is dus Erik Meijts, Universiteit van Aruba. Ik ben zelf een alumnus van de Universiteit Antwerpen en ik ben ook gepromoveerd aan zowel de Universiteit Gent als de Universiteit Antwerpen. En sinds 23 jaar werk ik hier in het Caribisch gebied, onder andere als taalkundige, waar ik onderzoek doe en publiceer over sociolinguïstiek. En waar ik ook de Caribische Associatie voor Nederlandistiek, die de zes eilanden en Suriname verbindt, heb opgericht. Oké, dankjewel. Ik heb eigenlijk een heel directe vraag aan jullie beiden. Ik stel voor dat Jolanda er eerst even op inpikt en dan gaan we naar Erik. Het pleidooi van Geert, zowel in het stuk in de Lage Landen als nu in de samenvatting die we gehoord hebben, is vrij duidelijk. Hè. We moeten weg van die focus op Nederland in de Nederlandistiek. Er moet een bredere internationale blik komen. Maar horen we, in de internationale Nederlandistiek gebeurt dat eigenlijk al en er zijn een aantal duidelijke case studies die dat ook aantonen. Jolanda, merk jij dat ook in jouw dagelijkse onderwijspraktijk? Zeker, ja. Een verknoopte literatuurgeschiedenis lijkt me zeker heel zinvol. Maar in de internationale Nederlandistiek is het natuurlijk heel logisch dat de insteek sowieso internationaal of transnationaal is. Vanwege de onhandige benaming van de taal en de landen, ja, de mismatch daar. Is het eigenlijk noodzakelijk om bij een cursus letterkunde of cultuur
meteen te beginnen met uitleg van de benaming van de taal en de landen en de regio's waar de taal gesproken wordt. En dan heb ik het eigenlijk over Nederlandse. Ja, duidelijk zijn over het feit dat de diversiteit van soorten Nederlands, versies van het Nederlands. En ja, daarbij houd ik ook in gedachten dat het verschil in de culturen tussen de verschillende regio's en plekken waar Nederlands gesproken wordt nog groter is dan het verschil tussen de versies van het Nederlands, de verschillende dialecten en talen enzovoort. Dus hier, ik denk dat een Amerikaanse student eigenlijk Nederland niet meteen als centrum zal zien. Oké. Je zegt een Amerikaanse student ziet Nederland misschien onmiddellijk als centrum. Dat zou je een beetje provocerend kunnen zeggen richting Geert. Het probleem dat je stelt, stelt zich eigenlijk niet zozeer. Die internationale Nederlandistiek, daar wordt eigenlijk al voorbij gekeken. En men doet daar eigenlijk al wat hier gebeurt. Ik kom straks even terug bij Geert om te kijken hoe hij dat ziet en hoe hij daarop reageert. Maar eerst even naar jou, Erik. Speelt dat op dezelfde manier bij jou? Kun jij je aansluiten bij wat Jolanda daarnet zei? Of heb jij in jouw dagelijkse praktijk toch andere ervaringen wat dat betreft? Ja, ik word dan gedwongen om een antithese te geven eigenlijk. Omdat hier in het Caribisch gebied heb je natuurlijk juist de omgekeerde situatie. Waarbij je te maken hebt met 5 verschillende landen waar Nederlands een rol van betekenis speelt. Maar waarbij de taal die de mensen spreken, de literaire productie, de culturele productie in het Nederlands allemaal juist naar die Nederlandse norm toe gaat. Het heeft vanzelfsprekend met het koloniale verleden te maken. Maar dat gaat tot aan het punt tegenwoordig dat er echt gesproken wordt bijvoorbeeld over het vastleggen van een Surinaams-Nederlandse variëteit van het Nederlands vanuit het perspectief dat er een vaste norm is, die wordt uit Nederland opgelegd en die is exclusief, die wil niet de variatie omarmen. En voor ons in het Caribisch gebied creëert dat dus eigenlijk een complexiteit van het aanvaarden, omarmen van het anders zijn, het divers zijn van de Nederlandistiek in de wereld en in het Caribisch gebied. Dus bij ons speelt juist het omgekeerde van deze beeldvorming. Meer nog zelfs een schrijver in het Caribisch gebied die zou schrijven over de waarde van het Nederlands hier vanuit een perspectief vanuit Nederlandse culturele zending bijna. En ik sluit me daarbij Geert aan bij het koloniale karakter daarvan. Die zal succesvoller zijn dan degene die eigenlijk de pijn en de verwerking van dat koloniaal verleden echt aan de kaak stelt. En ik hoop dat we met deze dialoog ook dit soort diversiteit in de literatuur juist nog verder kunnen omarmen. En daar wordt nu aan gewerkt, maar dat hoort dan ook deel te worden van wat er binnen de muren van de Nederlandse Nederlandistiek, het land Nederland, ook gedoseerd wordt. Okay, dankjewel. Jullie focussen in jullie antwoord tot nu toe heel erg op onderwijs, dat was ook de vraag. Een academische taak behelst natuurlijk meer dan enkel onderwijs, er is ook onderzoek. Speelt de vraag naar een heel decentrale visie op de Nederlandistiek, speelt die ook een concrete rol in jullie onderzoek? En is dat op dezelfde wijze het geval als met onderwijs of ligt het daar toch even verschillend, Jolanda? Ik kan me goed vinden in Geert's voorstel voor een verknopte literatuurgeschiedenis. En dat lijkt me heel verknoopte literatuurgeschiedenis. En dat lijkt me heel zinvol, vooral als manier om contacten te leggen naar andere soorten, naar onderzoek in andere literaturen en in andere talen. Onderzoek naar Nederlandse cultuur en literatuurgeschiedenis is een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. En thema's zoeken die contact leggen met andere soorten onderzoek in andere talen lijkt me heel zinvol. Oké, okay. Ja. Ja, helemaal eens. En daarbij komt er natuurlijk ook dat hier in het Caribisch gebied de Nederlandse taal samen bestaat met een diversiteit aan talen. In Suriname is dat echt een 21 verschillende talen. Op de eilanden heb je het over 4 verschillende talen waar het Nederlands ertussen beweegt. En dan heb je het meteen over taalcontact, cultuurcontact, contact tussen de verschillende letterkundige tradities. En daarin zit een enorme rijkdom die onvoldoende
nog belicht is en onderzocht is en waarvan ik overtuigd ben dat daar heel veel mogelijk is. En het is heel fijn om te zien dat de laatste tijd juist in Vlaanderen interesse ontstaat om dat pluricentrisch Nederlands in het Caribisch gebied en Suriname te onderzoeken. Er zijn discussies over. Er zijn discussies over de rechtmatigheid van dat onderzoek. En er zijn discussies over de richting die dat onderzoek uitgaat. Maar het is juist mooi om te zien dat die interesse er is. En dat die interesse juist ook echt uit Vlaanderen komt. En ik hoop dat Nederland daar ook weer op deze manier bij aansluit. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk verschillende spelers als je het hebt over die internationale Nederlandistiek. We hebben het uiteraard over de universiteiten waar er gedoseerd wordt, maar je hebt ook nog een aantal andere aanwezigen die, die duidelijk kunnen sturen, die duidelijk kunnen ondersteunen ook. Een heel evident voorbeeld is de Taalunie, en ook al genoemd, hè, ook sponsor van dit fijne debat. Een andere mogelijke speler is onze organisatie, de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek. Zien jullie een specifieke rol voor die organisaties in dit debat? Ik vraag het omdat ook Geert ernaar verwijst in zijn stuk in de Lage Landen. Hij geeft duidelijk aan dat hij voor Taalunie en IVN daar wel een bepaalde plek ziet. Jolanda? Jazeker. En omdat we hier in het... Ja, jullie horen het al, ik ben verantwoordelijk voor het onderwijs Nederlandse taal en een aantal cursussen literatuur en cultuur. En ja, dan ben je een beetje een manesje van alles. En ondersteuning in het uitdragen van de diversiteit zou zeker helpen. Ja, hoe zie jij dat, Erik? Ja, ik zou een stap verder willen gaan. Niet alleen uitdragen van diversiteit, maar omarmen van diversiteit. Omarmen van pluricentriciteit en omarmen van de verschillende contexten waarin het Nederlands een rol speelt en de Nederlandse cultuur een rol speelt en dat contact een rol speelt. En ik denk dat dan pas de Taalunie en de IVN ook inderdaad die rol kunnen spelen. IVN is natuurlijk wat dat betreft een heel andere organisatie dan de Taalunie. En voor de Taalunie is zoals het nu gaat het verdragsgebied nog altijd bepalend voor het centrum. En ik hoorde net Geert periferie noemen, of perifere gebieden. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan altijd even een rilling krijg, omdat voor elk individu is het centrum waar dat individu zich op dat moment bevindt. En is de rest perifeer. Zo vanuit mijn perspectief is Nederland op dit moment perifeer. Dus laat me dat ook voorop stellen, dat die omarming, dat pluricentrische, ook recht moet doen aan het feit dat op elke plek waar deze organisaties functioneren, de erkenning van de specifieke situatie zeer belangrijk is om te kunnen overgaan tot dat omarmen en dat die diversiteit inzetten als een kracht. Een olifant in de kamer is natuurlijk het feit dat het internationale cultuurbeleid van de Lage Landen en het internationale cultuurbeleid ten voordele van of ten behoeve van het Nederlands anders vormgegeven is in de Lage Landen, in Vlaanderen en Nederland, dan dat bijvoorbeeld het geval is voor het Frans, voor het Engels, voor het Duits, waar je de Alliance Française hebt, waar je de British Council hebt, waar je de Goethe-instituut hebt, die toch een heel soort eigen werking hebben. Zien jullie brood in de uitbouw van dat soort internationale cultuurpolitiek? En zou dat in dit debat volgens jullie een verschil kunnen maken ten goede of ten kwade? Geert refereert er ook even aan in het artikel, waarbij dat soort internationale netwerken misschien niet altijd voor een focus op of voor een soort defocus zorgen, maar juist meer een aantal kernlanden onder de aandacht brengen. Erik, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja en nee en ja en nee. Dit is een heel ingewikkeld vraagstuk natuurlijk. Ik bedoel, vanuit het Caribisch gebied is de francofonie bijvoorbeeld een complex vraagstuk als het gaat over de promotiewens van het Frans naar bijvoorbeeld Haiti toe, waar dat voor behoorlijk wat gevoeligheden zorgt. Aan de andere kant, als je dit juist op de juiste manier inzet en inderdaad opnieuw, en ik val in herhaling, maar als je bij dit soort initiatieven juist die diversiteit in ogenschouw neemt en dus niet een uniforme Nederlandistiek wilt uitdragen, maar een pluriforme en een pluricentrische Nederlandistiek wilt omarmen, dan kan een dergelijk beleid juist leiden tot veel meer begrip, zowel in Nederland en Vlaanderen als in Zuid-Afrika, als in Suriname, als op de eilanden, dat juist wel leeft in de internationale Nederlandistiek eerder dan binnen de muren.
Okay. Zie je dat ook zo, Jolanda? Of heb je toch een iets andere insteek? Nee, ik vind, Erik heeft dit heel mooi gezegd. Een pluriforme en pluricentrische aanpak en ondersteuning daarbij en uitdragen daarvan zou hier heel veel heel zinvol zijn. Want Amerikaanse universiteiten zijn zeker geïnteresseerd in zulke thema's. Even daarop inpikkend. Universiteiten tonen wel enige interesse voor het thema en kunnen daar ook door naamgeving, want daar gaat het voor een deel om, en door het inrichten van specifieke programma's misschien wel bij helpen. Maar dus bij de voorbereiding van dit debat kregen we al een reactie binnen, waarbij iemand verwees naar de situatie in de Germanistiek. En zei aan de UvA in Amsterdam, richt men Duitsland-studies op. En als je dan gaat kijken wat Duitsland-studies betekent, dan is dat studie van de Duitse taal en cultuur. Dus daar merk je dat het refereren aan die heel traditionele termen blijkbaar toch ingebakken zit in de wijze waarop onderwijs, in dit geval binnen Nederland, georganiseerd wordt. Wat is er volgens jullie nodig om daar iets aan te veranderen? Jolanda. Ja, ik bedoel, men probeert van alles met verschillende benamingen. Ja, ik had het er al over dat we dat vaak meteen aan de orde stellen. In het Engels is het bijna nog erger dan in het Nederlands. Want daar moet je beginnen met Dutch wordt niet in Denemarken gesproken, weet je wel. Dus ik zou zeggen, ja, probeer zo nu en dan. Ik heb het vaak over de landen en de regio's waar Nederlands gesproken wordt. Het probleem is dat, ja, verwijst dat nog steeds naar de natiestaat Nederland? Ik denk dat we gewoon moeten problematiseren door veel uit te leggen. En zo nu en dan lastige dingen te zeggen over, ja, het gaat niet alleen maar over Nederland. Maar het is wel, natuurlijk wel zo dat de taal een beetje bepaalt wat we denken. Okay. Erik, hoe sta jij erin? Nou, ik liep het voorbije jaar geleden regelmatig voorbij de bordjes Duitslandstudies en bij de UvA. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar telkens over verwonderd was, omdat het inderdaad het land centraal stelt vanuit een soort Europees perspectief ook. En dat past gewoon niet bij wat wij doen. En je hebt wel binnen verschillende opleidingen, bestuurskunde en rechten en zo, heb je tegenwoordig koninkrijksstudies. Maar dat is de bestuurlijke verwerking van van de complexiteit van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar ook dat doet geen recht aan waar wij hiervoor staan. Wij zijn echt bezig met iets totaal anders. En dit zijn discussies waar ik zelf ook bij de IVN deel van geweest ben, waar men terug wilde naar een zuivere Neerlandistiek. En dat vind ik een heel eng woord. Want die zuiverheid die gaat dus blijkbaar binnen grenzen en een bepaalde culturele normstelling die superieur zou zijn aan een andere. En daar moet je juist volledig van af. En daar denk ik dat ook de sleutel ligt tot een veel rijkere Neerlandistiek en een veel inclusievere Neerlandistiek. Oké. Geert, ik denk dat dit het moment is waarop je ook even het debat binnenkomt, als je even je microfoon aanschakelt. Heel veel reacties, heel veel informatie die gegeven werd, die rechtstreeks verband houdt met de stellingen die je naar voren gebracht hebt. Reageer even kort. Zijn er dingen wat je er naar voren wil halen? Zijn er dingen waarmee je het eens bent? Of zijn er dingen die je anders ziet? Ja, ik probeer het even puntsgewijs te doen. Ik heb zelf een beetje meegeschreven om mijn gedachten ook te ordenen. Ik deel uiteraard wat Erik zei over de rilling die je voelt wanneer je het woord perifeer gebruikt. Ik gebruik dat woord natuurlijk ook zowel retorisch als ironisch, want dat is precies de kwestie inderdaad waar het over gaat. Tegelijkertijd, ik denk dus dat als je... En het is niet dat niet gebeurt, hè, dus de Nederlandistiek, ook als die de diversiteit omarmt, zal op al die plekken waar die bedreven worden anders zijn dan op de andere plekken. Dus ik heb Nederlands gestudeerd in Brussel en in Antwerpen. In Brussel was er eigenlijk heel veel aandacht voor de Nederlandse, dus de literatuur uit het land Nederland. Dat was eigenlijk in Vlaanderen en in Antwerpen in die zin minder, dat daar heel veel aandacht was voor de echte Vlaamse literatuur.
En ik denk dat het logisch is dat je de literatuur die in je eigen omgeving, in dialoog met die eigen geschiedenis is geschreven, dat je daar altijd wat extra aandacht voor hebt. Tegelijkertijd was het zo dat in mijn opleiding eigenlijk de koloniale Nederlandse geschiedenis en de literatuur die dat heeft voortgebracht, totaal geen plek kreeg. Dus dat lijkt mij een gemis en een kans die men toen liet liggen. Dat is vandaag vast anders hoor. Maar als ik daaraan terugdenk, dan is het wel merkwaardig. Nou, wat het institutionele en politieke luik betreft. Ik ben het helemaal eens met Erik in wat hij zegt over wat de Nederlandse Taalunie zou moeten doen. Ik ben wel weinig optimistisch in dat opzicht. In die zin dat de institutionele context en de politieke context waarin we leven, maar eigenlijk ook de mediacontext waarin we leven, niet echt heel veel aanleiding biedt om optimistisch te zijn. Er is een politieke desinteresse, voornamelijk in Nederland. In Vlaanderen is het eerder omgekeerd. Daar is er in een aantal opzichten een te grote aandacht, omdat er te veel wordt verwacht van de Nederlandse Taalunie. Deels denk ik ook altijd om de rekening dan in Den Haag te parkeren en het niet zelf te hoeven betalen. Is natuurlijk op zich wel geïnvesteerd in allerlei organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan de buren die heel erg proberen om die samenwerking en ook netwerken heel erg te versterken. Tegelijkertijd is het mijn indruk dat de grenzen sterker worden en dat de afstand vergroot. Vlaamse auteurs die in Nederland een kans krijgen, bij de uitgeverijen nog altijd veel, maar als je ziet wat wordt er verkocht, dat wordt er gerecenseerd, dat is heel erg beperkt. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben natuurlijk. Maar ook bij de media is er een onwaarschijnlijk gebrek aan kennis. En vorige week stond er een groot stuk in de Volkskrant over extreemrechtse studentenbewegingen. En dan schrijft de Volkskrant over de Belgische Nationalistische Studentenvereniging NSV. Het is ondenkbaar dat de Volkskrant het ooit zou hebben over de Spaanse afscheidingsbeweging ETA of de Britse IRA. Maar ze hebben het wel over een Belgische studentenvereniging die door en door separatistisch is. En dus dat is van een werkelijk onbegrijpelijke ignorantie. En in zo'n kader, het debat voeren dat wij voeren, heeft eigenlijk tegelijkertijd dus ook iets, ja, ik denk van ja, hoe groot kan de bierkaai zijn waar je telkens weer met je voorhoofd tegenaan knalt eigenlijk? Heeft iets niet minder, we moeten dat blijven doen. Nog één punt tenslotte over die regio-studies. En want dat is uiteindelijk wat die Duitsland-studie is. Het is een regio-studie. Dat is een poging van universitaire bestuurders om studenten te trekken in een cultuur en een bestel dat taal- en cultuurstudies verwerpt. Mm-hmm. Ja. En dus door dat regio-studies te noemen, lijkt het geen taal- en cultuurstudie meer en hoop je meer studenten te trekken. Dat is lang niet altijd zo succesvol als die bestuurders dachten. Maar het maakt natuurlijk onze manier van werken wel extra complex. Ja, het heeft iets Belgisch surrealistisch, probeerde ik te zeggen, om even binnen de thematiek te blijven. Het is inderdaad interessant, en die spanning zit ook in je artikel, Geert, om aan de ene kant te zien dat er een bepaalde frictie is die nog altijd bestaat in, laat ik maar zeggen, de discussie Nederland-Vlaanderen. Een discussie die eigenlijk niet een einde is, die niet opgelost is. En waar we het in het tweede stukje van het debat na de break ook over gaan hebben, als we het hebben over bijvoorbeeld het boekenbedrijf en over uitgeverij en over schrijven en hoe je daarin positioneert als auteur en als uitgever. Aan de andere kant heb je inderdaad de bredere discussie die zeer actueel, zeer relevant is, waar inderdaad ook IVN zich niet onbetuigd inlaat, waar ook Taalunie dagelijks mee bezig is, die ook gevoerd moet worden, maar waar je het gevoel hebt, je zit ergens met twee snelheden. Er is één discussie bezig die verder moet gaan, een andere discussie, die is morgen nog niet afgelopen, maar we moeten ondertussen wel voort met de andere dingen. Merken jullie daar concreet iets van, Jolanda en Erik, in jullie praktijk? Ik bedoel, die Vlaams-Nederlandse frictie, zal ik maar even zeggen, of dat verhaal dat zich eigenlijk nog aan het schrijven is.
Speelt dat ook een rol in hoe jullie omgaan met de bredere discussie die Geert aanhaalt? Of is dat eigenlijk vooral iets wat, ja, wat laaglands gebeurt en niet al te ver doordringt in jullie dagelijkse praktijk? Jolan? In mijn dagelijkse praktijk niet zo. Ik bedoel, wij hebben hier docenten die... Wij zorgen ervoor dat onze docenten ervaring hebben in Vlaanderen en in Nederland. Maar ja, dat zijn discussies die hier niet doordringen. Oké. Erik? En bij ons is het juist de orde van de dag eigenlijk. Omdat het juist zo essentieel is voor ons eigen functioneren. Omdat dit gebied gewoon deel is van dat Nederlands taalgebied. En dus deze discussies elke dag aanwezig zijn. Het punt dat ik daar wel bij moet maken is... Hier worden docenten opgeleid om Nederlands te geven in de klas... Maar echt de studie Nederlandistiek van de eilanden, die is hier niet zo aanwezig. Er zijn een paar mensen die zich daarvoor ingespannen hebben. Ik ben daar zelf eentje van. Maar het is niet iets dat omarmd en gedragen wordt door de universiteiten. Omdat dat niet het eerste probleem is van de praktijk van alle dag van de eilanden. Er zijn heel andere vraagstukken. En dus het zoeken hiernaar is ook een heel belangrijke om te kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Oké, dankjewel. Even een paar mededelingen. Er is ruimte om vragen te stellen in de chat. Die behandelen we op het einde van de discussie. Dus mensen die zich geroepen voelen, alsjeblieft stel je vragen daar. Tweede korte mededeling. Om het technisch allemaal in orde te houden, gaan we even een korte onderbreking inlassen. Binnen 2 minuutjes streamen we opnieuw live en zijn we er opnieuw. In naam van iedereen die hierbij betrokken is, onze excuses voor de kleine technische problemen die er waren. We proberen dit zo goed mogelijk op te lossen. En zoals gezegd, we gaan er kort even uit. Blijf in ieder geval voor uw scherm zitten. Binnen 1 minuutje of 2 zijn we er opnieuw. En dan gaan we door met het tweede stukje van het debat. En op het eind is er dan ruim tijd om vragen te stellen en om te discussiëren met alle deelnemers. Heel erg bedankt. We gaan er even uit. We zien jullie zo terug. We zijn er weer. Welkom terug bij dit debat over een Nederlandistiek die niet alleen Nederlands is. In het eerste stuk van dit debat hebben we het gehad over hoe je omgaat met centrum en periferie in onderwijs en onderzoek in de internationale Nederlandistiek. In het tweede deeltje van dit debat willen we verder gaan op een aantal thema's die Geert Bulus aangehaald heeft. Maar dan willen we het vooral hebben over hoe dit ook speelt in de literatuur, in de productie van literatuur, maar ook in het uitgeven van literatuur. En daarvoor gaan we praten met Tessa Leusja en gaan we praten met Katrijn van Houwermeijeren. Tessa, kun jij je even voorstellen eerst? Ja, dankjewel Wim. Ik ben Tessa Leusja. Ik woon en werk in Suriname. Ik ben schrijver en documentairemaker. Heb gewerkt als cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo tot voor kort en ben deze maand begonnen als liaison officer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor de DNB, de Nederlandse bank, bij het fonds dat zich inzet voor de doorwerking van de slavernij. Dankjewel. Katrijn, even over naar jou. Kun jij je kort introduceren? Dankjewel. Zeker. Ik ben Katrijn van Houwermeijeren en ik ben opgegroeid in Roeselare in Vlaanderen. Ik heb gestudeerd in Gent, ook Nederlands gestudeerd en literatuurwetenschap. En ik ben uiteindelijk naar Amsterdam verhuisd, alweer 13 jaar geleden. En ben ik de uitgeverijwereld ingerold. En nu ben ik hoofdredacteur Nederlandstalige literatuur. Dat was eerst Nederlandse, dat heb ik laten wijzigen. bij de Bezige Bij. Uitgeverij De Bezige Bij. Ja. Mooi, ik blijf even bij jou, Katrijn. We hebben het verhaal en het betoog van Geert gehoord. Speelt dat ook een rol in jouw wereld? Speelt dat een rol in de uitgeverij? Vermoed van wel. Absoluut. Ik vond het een heel prikkelend stuk wat Geert geschreven had. Wat me ook weer heel erg aan het denken zette. Wat me ook bevestigde in dingen die ik al probeer en wij al proberen te doen. Namelijk heel veel oog voor Vlaanderen hebben wij sowieso. En we hebben ook, ik denk dat we van voor de Nederlandse uitgeverij het grootste aandeel Vlaamse auteurs hebben. We hebben ook heel veel Surinaamse en Caribische schrijvers die we uitgeven. Tegelijk denk ik dat er ook nog heel veel te halen valt.
En mijn stokpaardje is altijd het Vlaamse. Maar ik denk, ik zit nu ook wel door dit stuk ook heel erg na te denken van... Ja, hebben we onze tentakels wel goed genoeg ook in de andere gebieden? Kijk, we zijn natuurlijk gelimiteerd ook. We zijn natuurlijk een commerciële instelling. Dat is wat anders dan een Nederlandistiek werken. Dus ja, onze afzetmarkt is Vlaanderen en Nederland. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld qua... ook redactionele begeleiding weet ik dat er een tijd is geweest waarin Nederland veel meer de norm was ook. Ik weet van Jeroen Brouwers bijvoorbeeld dat hij ooit vroeger bij Manteau werkte. En die was echt de Vlaamse schrijvers aan het herschrijven naar het algemeen beschaafd Nederlands toen nog. Echt aan het ontvlooien volgens mij van het Vlaams. Dat doen wij niet. Wij bewaken ook echt wel de Vlaamse taal in onze boeken. Natuurlijk af en toe sluit je een compromis en denk je, oké, dit is een term die zowel in Nederland als in Vlaanderen gebezigd wordt en deze term begrijpen Nederlanders niet, want we hopen natuurlijk ook dat Nederlanders de Vlaamse boeken zo goed mogelijk kunnen lezen. Maar eigenlijk doen we daar zo min mogelijk concessies aan. Dus ja, dit is voor mij een heel interessant debat eigenlijk, waarvan ik ook hoop dat we samen een beetje verder kunnen komen. Even een kleine bijvraag die bij mij opkwam toen je vertelde over verhouding tussen noordelijk Nederlands en zuidelijk Nederlands. In de boeken, waar je zegt, daar veranderen we vandaag niks meer aan. Beide variëteiten komen aan bod. Hoe zit dat met vertalingen? Zie je daar wel een duidelijke focus eerder op? Ik stel de vraag uiteraard niet zomaar. Ik weet dat het een stellige vraag is. Zeker. Nee, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal mijn afdeling, maar ik vrees dat daar met name Nederlandse vertalers op zitten. En ik vrees dat dat te maken heeft met dat toch het grootste deel van de markt is die wij beslaan. De Nederlandse markt is gewoon groter dan de Vlaamse. Dus dat is een heel praktische overweging. En dat is zeker iets om... dat is bijvoorbeeld ook met audioboeken zo. Ik weet dat de audioboekenmarkt in Nederland groter is dan in Vlaanderen. Sowieso is de Nederlandse markt groter, maar dus ook wordt het hier meer geluisterd, ook procentueel. Dus dat is vaak de discussie, ook zelfs bij Vlaamse boeken, van moet je niet toch door een Nederlander laten voorlezen. En dan gaan al mijn haren overeind staan. Maar ik heb ook met andere afdelingen te maken daarin. Dus dat is echt een zoektocht, ook voor ons. Ja. Oké, dus daar is duidelijk nog een stukje weg af te leggen. Ik zag dat Geert popelde om te reageren, maar ik hou hem nog even in spanning. En we gaan over naar Tessa. Tessa, hoe sta jij in dit debat? Ja, ik vind het heel interessant om te luisteren. Er komt natuurlijk veel bij mij bovendrijven. Suriname neemt een geringe plaats nog in het debat, merk ik. Hè? En in de belevingswereld van enkele van de sprekers, met uitzondering van Erik. Dat vind ik toch verbazingwekkend. Hè? Omdat Suriname als een van de weinige landen het Nederlands nog als officiële voertaal heeft. En je moet voorstellen dat zelfs in het diepe binnenland van Suriname, en dan praat ik over tropisch regenwoud, kinderen daar in het Nederlands worden onderwezen, wat eigenlijk een absurde situatie is, als je bedenkt dat er heel weinig aanvullende methodieken zijn ontwikkeld om hen over een moeilijke brug te helpen, hè, naar vervolgonderwijs bijvoorbeeld. Daarnaast vroeg ik me af, hoe is de wisselwerking tussen het Nederlands dat dan nog vooral uitgedragen wordt in Suriname, hè, laten we dat het Europees Nederlands noemen, en het Surinaams Nederlands, dat hier onze realiteit vormt. En waarvan we weten dat er woorden zijn doorgestroomd in het Nederlands, het Europees Nederlands, hè, leenwoorden uit het Sranang ook, de Surinaamse taal. Maar dat ik dat in dit debat bijvoorbeeld heel weinig terugvind. Hoe is de wisselwerking omgekeerd uit die zogenaamde perifere gebieden naar dat centrale Nederlands in Europa? Dat vroeg ik me eigenlijk zo luisterend af. Ik was blij met de opmerking meertaligheid die Erik maakte. Hè? Suriname is een land met meer dan 20 talen, waardoor Nederlands ook een
een opgelegde taal is die je op kantoor en op school moet spreken, maar waar je thuis een hele andere werkelijkheid beleeft. Hè? Wat ook weer zijn gevolgen heeft voor die taal. En nou ja, tot slot in deze openingsstellingen, als ik het zo mag noemen, de positie van schrijvers, wat ik zelf behoor. Omdat het Surinaams-Nederlands nog niet echt doorgang vindt in het literaire bedrijf in Nederland, laat staan Vlaanderen, heeft dat ook in mijn beleving een status, een label op dat Surinaams-Nederlands gedrukt. Het Vlaams wordt, zoals ik het ervaar, gezien als een charmante taalvariant van het Nederlands. Excuus als ik niet zeg dat het een taal in its own right is. Maar het Surinaams-Nederlands heeft die status naar mijn idee nog niet bereikt. Waardoor het voor schrijvers hier het heel moeilijk is om in hun eigen taal het Surinaams-Nederlands door te stromen naar een uitgeverij. In Suriname bestaan geen uitgeverijen. En ik denk dat dat een gemiste kans is voor die diversiteit, waar ik toch verschillende keren van heb gehoord dat dat gewenst is. Een enorme gemiste kans om die taalrijkheid te laten liggen. Ik pik er even op in en ik ga onmiddellijk naar jou, Katrijn. Vanuit jouw praktijkkennis, wat is er eigenlijk nodig? Of wat zou er nodig zijn om daar verandering in te brengen op korte termijn? Ja, daarvoor zit ik hier eigenlijk ook, om het daarvoor open te stellen. Je bedoelt dus richting het Surinaams-Nederlands bijvoorbeeld? Ja. Is dat, Ik vermoed dat een antwoord als een Nobelprijs voor een schrijver, dat een heel open doek is. Maar dat zal na vanmorgen niet meer, niet meer lukken dit jaar. Maar wat moet er eigenlijk gebeuren opdat uitgeverijen zich daar meer voor open zouden stellen? Opdat dus de markt dat ook meer zou verwelkomen? Ja, ik denk dat dat dus ook al in het onderwijs begint. En daarvoor, ervoor eigenlijk al, hè. Ja, het is, want ja, wij hebben natuurlijk een grotere missie dan alleen maar boeken verkopen. We hebben ook wel een literair hart en we geven ook poëzie uit, wat we natuurlijk niet zouden doen als het alleen maar om het geld zou gaan. Dus ik voel daar ook zeker, voel ik me ook aangesproken als Tessa zegt, het Surinaams-Nederlands, dat vindt te weinig ingang bij uitgeverijen. Ik zou me ook iets meer moeten verdiepen in hoezeer is dat een andere variant van het Nederlands. Want we geven wel best wel wat auteurs uit met Surinaamse achtergrond. En ook Caribische achtergrond. Ik denk aan Alfred Schaffer, ik denk aan Karen Amat Moukrim, ik denk aan Raoul de Jong. Ik denk aan Frank Martinez Arion, die we ook hebben uitgegeven. Maar ja, wij... De tijdschriften die we bekijken, de schrijfwedstrijden die we volgen, de poelen eigenlijk waar we uit we vissen, zijn voornamelijk wel Nederlands en Vlaams. Dus daar moeten we onszelf misschien ook in onderwijzen, daar moeten wij ook gesprek over voeren, Tessa. Maar tegelijk is het ook belangrijk, het speelt voor ons natuurlijk toch ook een rol, wat is onze markt, wie is onze lezer en daar zouden we ook meer zicht op moeten krijgen. En daarin zit ook al een rol bij het onderwijs en bij de media. En wat Gert net ook zei over Vlaanderen, daar was ik het hartsgrondig mee eens. Er is vanuit Nederland zo weinig interesse in wat er in Vlaanderen gebeurt. En voor mijn gevoel ook steeds meer. Die hele discussie over de katholieke kerk onlangs. In Nederland heeft niemand het erover, terwijl dat zo groot is in Vlaanderen. We delen een taal, we liggen naast elkaar en op een of andere manier kijken ze gewoon over ons heen. Dus dat zijn ook krachten waar we niet helemaal altijd alle heel veel invloed op kunnen hebben. Maar goed, welke invloed hebben we wel, hè? Daar ben ik ook zoekende in. Ja. Om even toch een positieve noot binnen te brengen. De organisatoren van dit debat, zowel de IVN, Taalunies, degenen die subsidiëren, als de Lage Landen, bedoel, die staan toch wel iets anders in dit debat en proberen dat voor een stuk naar voren te brengen. Nee, maar super, ja. Geweldig. Over onderwijs, denk ik, is heel erg pertinent. Brengt je ook bij een hele debat over leesonderwijs, voor een stukje ook over ontlezing. Dat zou ons vrij ver voeren. Wat ons wel heel erg interesseert is, hoe kun je proberen om daar iets aan te veranderen? En een rol, en dan kijk ik even naar jou, Tessa, en maak ik even een verwijs of maak ik even misbruik van een functie die je nog net hebt. Hè?
De Vlaamse regering heeft in het buitenland, de Vlaamse overheid heeft in het buitenland vertegenwoordigers van de Vlaamse regering die steun verlenen aan culturele activiteiten die met Vlaanderen te maken hebben. Nederland heeft een netwerk van onderwijs- en wetenschapsattachés. En jij, Tessa, jij bent er op dit ogenblik nog zo één. Zie je een specifieke rol voor mensen in die functie? Kunnen die op de een of andere wijze een rol spelen in dit debat? Kunnen die voor een stukje een verschuiving teweeg brengen? Ja, ik denk zeker. Nederland kent dus het internationaal cultuurbeleid en heeft 23 focuslanden met een eigen budget om culturele activiteiten te agenderen, te ondersteunen. Wij, en dan zeg ik nog even wij, de Nederlandse ambassade, hebben besloten om een deel van dat budget aan te wenden om de Nederlandse taal in Suriname te ondersteunen. En dan is dat een beetje eieren lopen, omdat je inderdaad niet een koloniale taal wil opleggen, maar je wil wel mensen helpen in die taal om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Hè? Om bijvoorbeeld te kunnen studeren in Nederland, studierichtingen die in Suriname niet worden gedoseerd. Ik denk als je dat niet doet, zolang de realiteit nog is dat die taal de voertaal is in Suriname en je mensen niet echt daadwerkelijk ondersteunt met programma's, dan ja, eigenlijk bied je mensen dus geen kans om door te stromen naar vervolgonderwijs in specifieke vakken. Dus en dat is allemaal kleinschalig. Hè? Het budget is niet heel groot, maar je kunt wel heel effectief bepaalde activiteiten ondersteunen. Bijvoorbeeld een digitaal boekenportaal voor jongeren, hè? Zodat er meer toegang is tot titels die ook hun beleefwereld omvatten. En dat is een ander punt, even om aan te stippen. Behalve de taal waarin je natuurlijk schrijft, gaat dat ook over jouw leefwereld. Hè? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je vertelt over jouw eigen omgeving. En die verhalen dringen ook te weinig door in andere Nederlandstalige gebieden vanuit Suriname. En dan even aanhakend op wat Katrijn zei. Natuurlijk, er zijn schrijvers in Nederland met een Surinaamse achtergrond. Dat is toch een andere identiteit dan mensen geboren, getogen, woonachtig in de Surinaamse realiteit. Dat levert compleet andere verhalen op. Maar terugkomend op jouw vraag, Wim. Inderdaad, er is een mogelijkheid voor cultureel attachés op de verschillende posten in de wereld om actief met die Nederlandse taal aan de slag te gaan. En dan vertalen dat naar hun eigen omgeving. Ja. Misschien toch ook even aanstippen. We weten allemaal dat de Taalunie een heel ruim programma ontwikkelt rond Nederlands en Suriname. Daar zijn ook allerhande initiatieven rond uitgebouwd. Er is ook een hele visie. Dus op beleidsniveau, in ieder geval bij de beleidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de Nederlandse taal, staat het effectief wel op de agenda. De vertaalslag naar de praktijk en hoe je dat effectief ook ingang doet vinden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Bijvoorbeeld in de uitgeverij, en dan heb ik het nog niet over de vertaalwereld. Dat lijkt een verhaal te zijn dat zich nog aan het schrijven is, waar we nog niet helemaal op een eindstation zijn. Geert, ik weet dat je zit te branden op je stoel om te reageren. We halen jou er even bij. Geef even je indruk van de inbreng die er tot nu toe geweest is. Zijn er punten waar je op wil inpikken? Het woord is even aan jou. Ja, dankjewel. Nou, wat Katrijn zei over taal in boeken van de bezige bij, dat is natuurlijk iets wat mij heel erg bezighoudt. Omdat dat eigenlijk een plek is waar je meteen eigenlijk ziet dat centrum nog altijd bestaat. En dat geldt niet enkel voor de bezige bij, dat geldt eigenlijk voor alle Amsterdamse uitgeverijen. En er is zeker een weg afgelegd. Toevallig staat achter Katrijn het boek dat hier naast mij ligt. En dat is denk ik het eerste in Nederland uitgegeven boek waar ik het Antwerpse woord Annekesnest in tegenkwam. Dat werd ik oprecht heel blij van. Tegelijkertijd wordt het in een bijzin toegelicht. En ik denk dat er een aantal momenten zijn in deze roman waarin het wordt toegelicht. En dat begrijp ik heel erg goed, want er zijn een aantal extreem Antwerpse uitdrukkingen die zelfs op linkeroever al niet meer begrepen worden. Dit is een grapje voor Antwerpenaars. Maar het omgekeerde gebeurt natuurlijk nooit.
Het gaat nooit een typisch Amsterdamse uitdrukking tussen commas. Mm. Want Jeroen Olieslagers heeft het subtiel proberen te doen. Het gaat nooit tussen commas worden toegelicht. Dat gaat nooit gebeuren. En ik snap dat wel. Maar dat is wel een symptoom te meer van waar het vandaag over gaat natuurlijk. Dan blijf je toch met een centrum zitten met een bepaalde norm. En op een bepaalde manier vond ik eigenlijk een variant daarvan in wat Tessa zei over dat charmante Vlaams. Spreken over Vlaams als een charmante taal, ja, daar krijg ik dus ook een rilling van. Want dat is ook een vorm van exotisering waar geen enkele Vlaming op zit te wachten. Zeker. Is het zo dat het Surinaamse Nederlands in Nederland afwezig is? Ik ben wellicht niet heel goed geplaatst om dat in te schatten. Mijn indruk is dat het heel erg aanwezig is in jongerentaal en in straattaal. En op die manier ook in Nederlandse hiphop. Dat is eigenlijk op dit moment, denk ik, de populairste cultuurvorm in ons taalgebied. Zeker de talige cultuurvorm. Dus in dat opzicht, denk ik, is de invloed van Suriname, maar eigenlijk heel veel oud-kolonies, is denk ik in het dagelijkse taalgebruik in Nederland misschien wel nooit groter geweest dan vandaag. Binnen die jongere hiphopcultuur bedoel ik dan. Hè. Ik zit niet te beweren dat je dat op het NOS-journaal of zo elke dag kan horen. Terwijl dat ook welkom zou zijn natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk, wil je daar ook. En ik vroeg me dan nog af, als wordt gezegd wat, denk ik, klopt, dat die Surinaamse leefwereld in Nederland te weinig bekend is. Hè, omdat de auteurs die worden uitgegeven zijn toch ook vaak auteurs die Surinaamse roots hebben, maar die hier wonen. Ik denk dat klopt. Ik vroeg mij omgekeerd af, speelt Vlaamse literatuur überhaupt een rol in Suriname? Circuleert die daar? Tessa, even naar jou. Ja, om op je laatste vraag te reageren, Geert. Vrijwel niet, alhoewel er een tijd is geweest dat ondersteund door bijvoorbeeld Winternachten, met het literair festival Winternachten, er Vlaamse schrijvers en ook Zuid-Afrikaanse schrijvers werden uitgenodigd. En die vonden heel goed aansluiting, omdat de klanken van de taal liggen veel dichter bij het Surinaams-Nederlands. Dus eigenlijk begrijpt men elkaar sneller en beter dan de noordelijke accenten. En dat was heel fijn. En dat leverde hele mooie contacten op. Er zijn verschillende schrijvers geweest. Maar je merkt wanneer die ondersteuning wegvalt van een georganiseerde organisatie, gesubsidieerde organisatie als Winternachten, dan ook gelijk dat wat er is opgebouwd weglekt. En dat is heel zonde. En dat brengt me ook bij dat jij zegt het Surinaams wordt als straattaal gebruikt. Nou, daar gaan bij mij de haren recht van overeind staan. Want hoe komt dat? Die taal is altijd heel erg gemarginaliseerd vanuit het koloniale bewind. Je mocht geen Surinaams spreken. En dat heeft taalvarianten als het Surinaams-Nederlands opgeleverd. Dat is nog steeds zo. Zelfs mijn kinderen zeggen, ja, in het Sranang, in het Surinaams, kun je alleen maar schelden. Niet waar. Prachtige poëzie is er geschreven. Prachtige poëzie. Je kunt er alles in zeggen. Die status van dat Surinaams en het Surinaams-Nederlands als straattaal komt vanuit dat kolonialisme. En we moeten ons daarvan ontdoen. En daar hebben we instituten bij nodig die ons kunnen helpen en die dat kunnen medefinancieren in programma's. Kijk, dat is een heel duidelijke stelling, denk ik, Tessa. Daarmee is het element van decolonisatie, dat ook in het stuk van Geerts eigenlijk als een rode draad tussen de zinnen heen aanwezig was, ook heel duidelijk naar voren gebracht en in een specifieke context gezet. En ik vermoed ook dat in de vraagstelling die straks nog komt en in verdere discussies, dat een thema is dat heel erg aan de orde zal zijn. Ik vermoed ook in de literatuurgeschiedenis waar Geert aan werkt. Ik wou nog één elementje binnenbrengen voor we gaan vragen naar het publiek. Promotie van Nederlandstalige of Nederlandofone cultuur, of hoe je het ook wil noemen, daar komen we straks nog op. Daarbij kun je natuurlijk heel erg focussen op wat er gebeurt in de taal zelf. Een heel belangrijk deel is natuurlijk wat er gebeurt in andere talen. En dan heb ik het bijvoorbeeld in de context van literatuur, hè, over hoe zit een vertaalbeleid in elkaar? Hoe zorg je ervoor dat een literatuur in een wel bepaalde taal, dat die ook een breder internationaal publiek bereikt?
via een bepaald vertaalbeleid. Want dat kan een stap zijn naar verdere toegang tot die specifieke taal en cultuur. Dat kan ook een stap zijn bijvoorbeeld naar jongeren die interesse krijgen om die taal en cultuur te gaan studeren in het buitenland. Katrijn, hebben jullie daar een specifieke heb je daar een specifiek beleid rond? Zie jij daar bij de uitgeverijen iets bewegen op dit ogenblik? Dus u hebt het, heel voor de duidelijkheid hoor, je hebt het weer over we geven natuurlijk boeken uit van over de hele wereld die we naar het Nederlands vertalen. Ja. Maar ik heb het omgekeerd beweging. Sorry. Die internationaal verspreid raken. Ik bedoel, het boek waar net verwezen werd, is in een heleboel talen vertaald. Heel veel landen vertaald, zeker. Wij maken daar echt geen onderscheid tussen Vlaams of Nederlands of van een Surinaamse schrijver. Dat als een boek goed is en wij zien internationale potentie, dan gaan wij daar richting andere landen mee. Ik zie daar de problematiek minder. Behalve natuurlijk in het aanbod wat wij wellicht ook moeten uitbreiden. Maar zit voor mij geen onderscheid. Nee. Oké. Dankjewel. Ja. Wij kunnen uiteraard ook alle thema's die hier aangehaald zijn nog verder onder elkaar doorbomen. Kunnen we ook doen. Maar er zijn een aantal vragen in de chat binnengekomen, of toch in ieder geval een aantal heel pertinente opmerkingen. Als het gaat over buiten muren breken en buiten de context breken van de traditionele lijnen tussen, het Vlaamse stuk en het Nederlandse stuk en nog een aantal andere. Dan komt er als reactie, wij willen niet aan hokjes denken doen. Maar onze institutionele contexten dwingen ons daartoe. En daar komt als bijkomende reactie, binnen de huidige institutionele contexten, met de huidige beschikbare middelen, lijken we een beetje veroordeeld tot dat soort beleid. Ik weet niet hoe jij daarop reageert, Geert. Is het gewoon een kwestie van institutionele contexten of gaat het om meer? Ik denk dat het om meer gaat. Ik weet niet of ik heel goed begrijp wat hier wordt gezegd. Er is natuurlijk, wat ik eerder zei over die regio-studies, dat is een institutionele context. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het niet mijn indruk dat de opleidingen Nederlandse taal en cultuur worden afgebouwd. En er wordt ook niet gezegd dat wat daar de inhoud van moet zijn. Er wordt denk ik niet gezegd dat een opleiding Nederland als centrum moet hebben. Of dat een Vlaamse opleiding Vlaanderen als centrum moet hebben. Ik denk niet dat dat is, dus ik weet niet of ik de vraag heel goed begrijp. Ja, dus het ging vooral over denk ik, het voorbeeld dat we gaven van Duitsland-studies. Hè? Ja. Waarbij de docenten in kwestie inhoudelijk helemaal niet aan dat soort hokjes denken willen doen en zich niet willen vastklikken aan de link met één specifiek land. Ja. Hè? Maar waardoor door de benaming, de instelling... Dat begrijp ik heel goed. Ja, dat begrijp ik heel goed, maar ik heb niet de indruk dat dat op dit moment in de Nederlandistiek echt een dwingend probleem is. In die zin dat we dus gereduceerd worden eigenlijk tot de taal en cultuur binnen bepaalde landsgrenzen. Ik heb de indruk dat we daarin eigenlijk vrij kunnen bewegen en dat het dan ook kwestie is van dat te doen. Jolanda en Erik, hebben jullie die indruk ook? Eerst Jolanda misschien? Je microfoon is gedempt, Jolanda. Sorry, ik lag er even uit het gesprek. Dus ik heb gemist wat er net gezegd is. Oké. Het gaat er eigenlijk om, kunnen docenten vrij bewegen in hun interpretatie van wat Nederlandistiek is? Hè? Zelfs als je een overheid hebt die zegt, oké, dit is... bijvoorbeeld Duitslandstudies, waarbij je echt een focus op het land zelf krijgt. Geert zegt, ik heb de indruk in de Nederlandistiek, die wij kennen, de lage landen, dat die vrijheid om het ruimer te interpreteren, dat die duidelijk aanwezig is. Ik stel me de vraag of dat bij de Nederlandistiek buiten Vlaanderen en Nederland ook het geval is. Ja, ik zou zeggen, zeker bij ons, er zijn geen instanties die zich daarmee bemoeien. Ja. Erik? Ja. Nee, ook bij ons is dat natuurlijk niet institutioneel afgedwongen. Het is een cultureel patroon. Het is geen institutioneel recht. Heb je daarnaast misschien het gevoel dat het prestige, of het prestige zoals het gepercipieerd wordt door
in het buitenland door bepaalde landen of door bepaalde autoriteiten, dat dat wel een rol kan spelen bij de positie die een Nederlandistiek in kan nemen op een buitenlandse instelling. Ja. En ik kijk even terug naar Erik en Nadine en Jolanda. Ja. Ja. Zolang er, en dit gaat nu niet over de Taalunie of de IVN, maar juist over het gesprek dat je bijvoorbeeld voert met OCW in Nederland, als het gaat over onderwijsvernieuwing in het Caribisch gebied, of met de onderwijsautoriteiten hier in de vijf landen, hè, want dit zijn de vijf landen waar Nederland een rol speelt naast België eigenlijk, waar dus die taal gesproken wordt, daar wordt telkens teruggegrepen naar de Nederlandse norm, de Nederlandse standaardnorm. En dat komt mede doordat dat in Nederland ook gepropageerd wordt. En dat is een continue wisselwerking, dat is die continue cyclus van jonge mensen die naar Nederland gaan om te studeren, die daar verteld worden dat hun Nederlands zo exotisch is. Ik hoorde net over Vlaams dat zo gezellig is of zo zacht. En dat was wat Tessa zei. En dat zijn juist die benamingen die telkens weer ertoe leiden dat mensen die Noord-Nederlandse norm gaan overnemen. En ik spreek nu weer, dankzij Wim, in de taal van mijn jeugd. En daar ben ik dankbaar voor. Want het is juist die normstelling die overgedragen wordt, die mensen weer terug meenemen naar de eilanden, naar de landen in het Caribisch gebied, en die daardoor hier weer opgelegd wordt in de klaslokalen. En dat waarderen van die pluriformiteit van het Nederlands, dat zou juist ertoe kunnen leiden dat ook in Nederland je niet meteen bekeken wordt als God, ik zal jou eens helpen om die hele hannekesnest die je daar meeneemt, om die tot één uniform Nederlands te maken, maar juist om dat te zien als rijkdom en erkenning. Wat in het Engels zeker het geval is, als je naar Salman Rushdie kijkt met zijn pogingen tot chatnification, dat zijn in de literatuur ingebakken pogingen om die Engelse taal ook open te breken. En we hadden het net over Nobelprijzen, daar wordt dan wel gesproken over Nobelprijzen. Hij heeft hem nog niet gekregen. Maar dat is iets waar we nog niet erg mee bezig zijn. En als ik naar Katrijn kijk, ik ben bijna klaar hoor Wim. Als ik naar Katrijn kijk over het uitgeefbeleid, vertaling van wereldliteratuur om juist de Nederlandse lezer kennis te laten maken met de wereld, daarin wordt dan een Noord-Nederlandse norm opgelegd. Terwijl die wereld leren kennen in de Nederlandstalige literatuur van Suriname, van de eilanden, van Vlaanderen, die is op zich natuurlijk ook een enorme verrijking, maar dat wordt niet gepromoot in de scholen. Dus er zit wel een onderwijscomponent in, wel degelijk. Hè? Ja. Het debat over standaard normen, Noord versus Zuid, daar ben ik bewust niet al te diep op ingegaan hier, omdat je dan voor een stuk verschuiving hebt. Waar ik vooral naar wou verwijzen is de positie van studies Nederlands in internationale context. Bijvoorbeeld in de US, bij jou Jolanda, maar bijvoorbeeld ook dichter bij huis in een land zoals Frankrijk of Engeland. Ik heb het gevoel, als ik de dagelijkse praktijk zie van de leden van de IVN, dat daar toch wel ik ga niet zeggen een gevecht te voeren is, maar dat er toch wel dagelijkse confrontatie is met het feit dat er bepaalde talen zijn of bepaalde talendepartementen die makkelijker steun krijgen of waarvoor steun evidenter is, en dat er andere departementen zijn waarvoor dat, zoals Nederlands, waarvoor dat een stuk minder makkelijk is. Ervaar je dat ook zo, Jolanda? Ja, dat is zeker zo. En Katrijn had het over de markt voor boeken. Wij hebben gewoon een markt hier voor studenten. Ja, het overleven van het Nederlands hangt af van het binnenbrengen van genoeg studiepunten. En daardoor geven wij ook les in het Engels. Dus niet de Nederlandse taal wordt in het Nederlands onderwezen, maar wij geven ook letterkunde en cultuurkunde cursussen in het Engels, waarbij we meer studenten binnen kunnen brengen. En ja, dan komt het thema vertalen weer naar voren. Want nu gaat het over vertalingen van Nederlandstalige literatuur in het Engels. Ik breek even uit het thema van het debat, maar ga in op wat je daarnet zei. Het heeft te maken met markt, zeg je. Ik verwijs even naar een situatie op dit ogenblik in Europa, waar je, als ik het goed heb, in Frankrijk op dit ogenblik geen enkele hoogleraar
Nederlands meer hebt. Ik verwijs naar een situatie in de UK waar je op dit ogenblik geen enkele hoogleraar of full professor Nederlands meer hebt. Dat gaat om buurlanden, dat gaat om belangrijke handelspartners. Het prestige van de taal aan zich lijkt niet genoeg te zijn om universiteiten te overtuigen om daar extra in te investeren. Ik zeg het met enige aarzeling, maar moeten we in het onderwijs meer durven de markt laten spelen en ook iets meer de economie laten spelen als het gaat om de promotie van de Nederlandistiek internationaal? En Geert, ik ga eerst naar jou daarmee. Nou ja, wat Jolande zei over dat je als opleiding overleeft dankzij een markt van studenten, dat is natuurlijk in Nederland net zo. Ja. Dus er gaan vooralsnog denk ik niet dat de landstaal zal worden afgeschaft. Ja. Maar de opleidingen zijn geen vanzelfsprekendheid. Dus dat is eigenlijk ook een doorlopend gevecht. En dat is denk ik, het is ondenkbaar dat opleidingen Duits in Duitsland, laat staan opleidingen Frans in Frankrijk, in de knel zouden kunnen geraken, zoals opleidingen Nederlands in Nederland in de knel kunnen geraken. Dus er is de manier waarop in Nederland met het Nederlands wordt omgegaan, is toch ja, merkwaardig in dat opzicht. Oké, okay. Het wordt niet echt ernstig genomen. En ik denk dat die, wat je zei, Wim, om de economie te laten spelen, voor zover ik dat weet, is dat iets wat die opleidingen bijvoorbeeld in Groot-Brittannië nog heel erg proberen, hè, door te benadrukken hoezeer zij, hoe groot het Nederlands eigenlijk is op de Europese markt, hoe groot de banenkansen zijn als je die studie volgt, en die banenkansen zijn heel erg groot. Dus ik heb de indruk dat die kaart eigenlijk al de hele tijd op tafel wordt gelegd, maar dat voor universitaire bestuurders in die landen niet uitmaakt. Want in Groot-Brittannië intussen komt het geld uit China. Ja. Ik, even in dat thema en ook op een vraag die in de chat binnenkwam van iemand die Nederlands doseert in Engeland, in de UK. Die zegt allemaal goed en wel, die kaart van de markt ligt voor een stukje op tafel. Maar de literaire fondsen die campagnes sponsoren in het buitenland, zien de Nederlandse en de Vlaamse literatuur vaak als twee aparte dingen. Het Vlaams Letterenfonds en het Nederlands Fonds voor Literatuur. En in het Verenigd Koninkrijk waren er twee aparte campagnes voor Nederlandstalige literatuur, gesponsord door twee aparte instellingen. Is dat een gemiste kans? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen? En Katrijn, ik kijk uiteraard eerst naar jou en Tessa dan naar jou. Nee, ik denk zeker dat daar een enorme versplintering zit. En ik hoor ook wel vaker, zowel van het Vlaams Fonds voor de Letteren als het Nederlands, dat bijvoorbeeld in Frankfurt, als we dan gastland zijn, als de lage landen, dat ook heel vaak misgaat in communicatie en organisatie. Eigenlijk zou het heel logisch zijn om daar één letterenfonds boven te zetten. Dat denk ik zeker, dat een stap zou kunnen zijn. Ja. Zie jij dat als een positief, mogelijk positief project, Tessa? Eén letter? Ja, zeker. Ik zou die schotten weghalen. Het is heel verwarrend voor in ieder geval iemand die buiten Europees Nederland woont. En in bredere zin kent Nederland heel veel ondersteunende fondsen voor verschillende disciplines natuurlijk. Voor gebruikers van die fondsen is het een woud. En tegelijkertijd ook een hel om je weg daarin te vinden. Hè? Dagen bezig zijn op websites om criteria te doorspitten. Ik zou inderdaad veel meer zijn voor het uitdragen van de taal als geheel. Meer vuistslag maken. En dan natuurlijk al die varianten, al die verschillende versies van het Nederlands daarin opnemen en omarmen. Ik ben hier denk ik de dissidente stem. Ik vind het een hele gevaarlijke gedachte. Omdat net dat centrumdenken in Nederland zo sterk is, ben ik dus heel erg bang dat wanneer je daar een fusie-instelling van maakt, dat eigenlijk wat er nog rest van een Vlaamse literaire traditie, die niet helemaal past binnen de Amsterdamse uitgeeflogica, dat dan definitief verdwenen is. En dat lijkt mij een te groot risico. En op het vlak van internationale PR, nou, daar hebben studenten de afgelopen jaren wel eens onderzoek naar gedaan. En zij benadrukten dat in het buitenland eigenlijk ook zelden geweten is dat
het Nederlands eigenlijk in België wordt gebruikt. Omdat het bijvoorbeeld in Duitsland wordt gewoon over Flemisch gesproken. En er staat ook op de boeken dat ze uit het Vlaams zijn vertaald. Dat, niet dat ze uit het Nederlands zijn vertaald. Toen Duitse journalisten naar de Lage Landen kwamen in aanloop naar de boegmessen in Frankfurt, zat ik dus met gepromoveerde journalisten de hele dag in een busje. En die ontdekte die dag in de Westhoek dat er Nederlands werd gesproken in Vlaanderen. En dus in dat opzicht heeft Vlaanderen, nou ja, een eeuw na Timmermans en Klaas, nog altijd eigenlijk een eigen aura. En kan het dus PR-technisch ook beter zijn zelfs, om dat eigen aura uit te dragen. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dus ik pleit in dat opzicht niet dat die dingen die ze nu samen doen in functie van boegmessers, dat ze daarmee ophouden. Maar er zijn wel tegenargumenten te bedenken die eigenlijk zeer zelden worden uitgesproken. Maar sorry, volgens mij hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Hè? Het feit dat je fuseert wil niet zeggen dat je aan eigenheid gaat verliezen. Je zou dan juist weer bewust kunnen zijn van die verschillende eigen taalvarianten, omdat je hebt besloten dat als één te omarmen of als één uit te dragen met aandacht voor die verschillende varianten. Ik denk niet dat het een het ander hoeft uit te sluiten, maar ik begrijp wel je angst daarvoor, voor het overnemen van zo'n instituut vanuit Nederland. Ja. Ja, hier sluit ik mij ook volledig bij aan, bij wat Tessa zegt. Ja. Okay. Ik breek nog even uit deze discussie en ga naar de laatste vraag in de chat. Waarbij gevraagd wordt of de indruk klopt dat Nederlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied nu al meer aan diversiteit en inclusie kunnen werken. Binnen de huidige context met de huidige middelen. Bijvoorbeeld aan verknoopte leermiddelen en bijvoorbeeld aan curriculumontwikkeling. Ik weet niet hoe Erik en Jolanda dat willen beantwoorden, bevestigend of toch met enige scepsis? Erik? Ja, kan er meer gewerkt worden? Natuurlijk kan er meer samengewerkt worden. Ik denk dat dat nu moet. Toevallig natuurlijk, en dat weet jij Wim als geen ander, buigt de IVN zich op dit moment over mogelijkheden voor versterking van samenwerking tussen de verschillende vakgroepen in de wereld. Daar is wel een kanttekening van mij bij en die gaat dan toch weer over het creëren van een centrum. Het denken over één curriculum, daar ben ik heel bezorgd over. Dat moeten we juist niet doen. De situatie van de studenten van Jolanda is totaal anders dan van mijn studenten, is totaal anders dan de studenten van Geert enzovoort. En dus we hebben verschillende bouwstenen nodig voor curricula. En dan kun je een college, een seminar zoals dit nemen als startpunt voor een collegereeks over taalvariatie en sociaal-economische ontwikkeling en letterkundige ontwikkeling. En het hangt er maar vanaf wat de klemtoon is van wat je collegereeks is. Dus het continu blijven werken aan beschikbaarheid van materialen en wat je daarmee kunt. Ja, het vaststellen van gezamenlijke curricula, daar ben ik... Dat vind ik veel complexer. Waar ik wel een groot voorstander van ben, en dat is iets wat ik zelf met regelmaat doe, dat is het openen voor de deuren voor digitale gastcolleges in alle richtingen. En dat daar juist wel meer uitwisseling van komt. En dat studenten uit verschillende gebieden ook samenwerken. En daardoor ook opnieuw die diversiteit leren kennen. Jolanda? Ja. Docenten hier zijn bezig met het werken aan bouwstenen, modules. En willen ook wel samenwerken, maar Erik heeft heel erg gelijk. Als je je aanpast aan de lokale situatie, dan heeft het niet altijd zin om één curriculum vast te stellen. En verder moet ik gewoon zeggen dat de mensen die hier Nederlands geven het heel druk hebben met overleven en met het doseren aan hun eigen studenten. Dus heel veel tijd om daarin te steken hebben we helaas ook niet. Ja, maar we doen het wel omdat het noodzakelijk is. En zoals Erik terecht aangeeft, is onder andere deze collegereeks en nog een heleboel andere materialen die ter beschikking gesteld worden door de IVN, ook door de taalunie bijvoorbeeld, dat zijn middelen die we proberen aan te reiken, waarmee vakgroepen over de hele wereld dan zelf aan de slag kunnen en waarmee ze er dus voor kunnen zorgen dat de discussie niet, zoals iemand in de chat zegt, niet naar binnen gekeerd wordt, maar effectief wel altijd gebeurt in een goede context, in een goed verband met
met wat lokaal speelt. Hè. En Geert is eigenlijk de uiteenzetting begonnen met verwijzingen naar projecten in Italië, met verwijzingen bijvoorbeeld naar dat hele mooie kindertreinproject in Hongarije. Als je op die wijze vanuit een IVN, vanuit een taalunie, middelen aanbrengt, zoals bijvoorbeeld het webinar, en je kunt daarop initiatieven enten, zoals dat gebeurt in Italië, Hongarije en op heel veel andere plekken in de wereld, dan heb je een mooi startpunt, denk ik. Een mooi startpunt, en ik neem dat eigenlijk graag mee als slotakkoord, een mooi standpunt, kan bijdragen tot wat een laatste commentaar in de chat vermeld. En misschien moeten we ook nadenken over wat het Nederlands en de verschillende landen waar het Nederlands gesproken wordt, wat die kunnen bijdragen aan het nadenken over globale kwesties. En ik denk, Geert, als we dat willen zien, dat we jouw literatuurgeschiedenis zullen moeten lezen. Want als ik het goed begrijp, is dus juist die topicale oriëntatie, die topicale insteek, waarbij je een literatuurgeschiedenis gaat schrijven rond specifieke hot topics, hè, voor het Nederlands, is dat een heel mooi bruggetje naar die opmerking. Het is de hoop en de ambitie. Dat wel. Hoop en ambitie, dames en heren. Hoop en ambitie, beste kijkers, dat is wat ons drijft. Hè. Hoop en ambitie is ook wat ons door een paar kleine technische problemen geleid heeft. En kijk eens wat een interessant debat we gehad hebben. Dit is ongeveer waar we tijd voor hebben. Ik dank alle mensen die deelgenomen hebben, alle sprekers in het debat. Erik, Jolanda, Geert, Tessa en Katrijn. Ik dank Meel Donia en Micha van Latum voor het organiseren en voor het in elkaar steken van dit debat. Ik dank de ploeg van de IVN voor het zeer vele werk dat achter de schermen gebeurd is om dit waar te maken. Ook de collega's van de Lage Landen voor de onverdroten steun, de promotie en voor het meedenken bij het vormgeven van dit webinar. En uiteraard ook de Taalunie die dit alles gefinancierd heeft. Zoals gezegd, dit is één webinar in de reeks Voortvarend Nederlands, een volgende nog. En de ambitie is inderdaad om een aantal mooie bouwstenen te hebben waar mensen in de Nederlandistiek wereldwijd mee aan de slag kunnen. En die vraag over hoe de nieuwe Nederlandistiek effectief mag heten, ik stel voor dat we daarover aan de virtuele toog van gedachten verder wisselen. Mocht iemand zich in het verre West-Vlaanderen bevinden, dan zal die ongetwijfeld wel de weg naar West-Vleteren vinden en daar inspiratie vinden. Ik dank jullie voor je aandacht. We gaan eruit. We zien jullie graag binnenkort terug. Dag.